Uitgeest heeft weer een braderie in 2024 hier op de 8e juni. En we gaan eens eventjes kijken. Loop maar even mee. Dan gaan we deze kant eens even op. Want er is hier van alles te zien. Als we even hier rondkijken op het gemeentehuisplein. We hebben hier een overheerlijke kraam. Kijk eens eventjes. Nou, er wordt dan van alles en nog wat gebakken. Voor kinderen zijn er allerlei activiteiten. Ze kunnen een soort van darten. Er is springkussen. Ze kunnen proberen stokken te vangen. En niet geheel onbelangrijk. We hebben natuurlijk ook nog live muziek. De suikerspin hebben we er nog bij. Nou, voldoende vertier dus op deze eerste braderie hier in Uitgeest in 2024. En we nemen je mee op deze impressie. We gaan eens even kijken wat er voor de rest hier op de braderie allemaal te beleven is dit jaar. Patricia, ze staat hier met een stand. Met niet alleen sieraden, maar ze heeft ook de olie erbij. En regelmatig is Patricia ook te horen in een gesprek samen met Lisette. Ook bij de OSU. En daar heeft ze het dan weer over alle oliën, waar het goed voor is en wat je ermee kan doen. Niet alleen als geurtje, maar sommige olie kan je ook drinken. Je kan er van alles mee doen, je kan het op je huid smeren. Nou, noem het maar op, maar het kan allemaal. Ook dat heeft Patricia hier dus in de stand staan. Regelmatig ook te horen dus met een interview met Lisette bij de OSU. Hey, Patrice, hoe is het vandaag? Ja, goed. Het is lekker gezellig. Het is een leuke drukte. Ja. En je bent er ook al bekend mee, toch? Ik ben er al heel bekend mee. En je staat hier wederom op de Uitgeester Braderie. Een keer een thuiswedstrijd met de kraam. Ja, ik woon in Uitgeest, dus dan hoor je ook te staan, hè, vind ik. Je moet wel een beetje je gezicht laten zien. Dus ja, nee, er zijn een hoop mensen die lekker langskomen, gezellig. Maar ook een hoop nieuwe mensen, ook veel mensen van buitenaf. Dus ja, ik vind het al een geslaagde dag, hoor. Hartstikke goed. Heel veel succes vandaag. Dankjewel, hè? En als je nou denkt van ik heb last van vliegen, ga even bij Patrice langs en haal eventjes een olietje lavendel. Vinden vliegen niet leuk? Blijven ze weg uit je huiskamer? Ja, af en toe hoor ik nog wel eens een interview met jou ergens. Dus allemaal hier te krijgen bij Patricia dus in de kraam. De oliebeleving, ook op de braderie in Uitgeest. Ik was last voor het eerst weer even. Zoveel warmte werd gezet. Maar toch is er iets veranderd. Waar geniet het pad? Oh, mijn leven is nu echt. Bring the action. Een en al gezelligheid hier op de Uitgeester Braderie. Van alles te krijgen, van tassen tot zoete kersen. Nou, er liggen hier nog allerlei kleden tot heerlijke geurtjes. Alles is hier aanwezig. Veel verschillende standhouders hebben we hier. Ik bedoel, als je nog denkt van nou, ik moet toch eventjes nog hier zijn voor wat sieraden. Dan kan dat ook, want ook dat ligt hier natuurlijk. En als je nou op zoek bent naar echt iets Hollands, dames en heren. Jawel, ze zijn aanwezig. De trekkers en de klompen. De rode zakdoeken daar ook bij. Kijk, zo hoort het. Kijk, en dat bedoel ik maar, hè. Ook dat is hier allemaal op de braderie te krijgen. Dus Caroline van der Plas, ze is vertegenwoordigd, hè. BBB daar, rode zakdoeken, klompen. De hou ze in de gaten. Ze liggen hier op de braderie. En we zeiden het al, hè. Er is van alles te krijgen op de braderie hier in Uitgeest. En als we nou eens eventjes hier bij deze kraam gaan kijken, zien we hier Donald Duck. Er liggen hier originele Donald Ducks. Ja, er zijn een aantal ook in plastic verpakt. Ook die kan je hier dus krijgen op de braderie. Voldoende keuze uit verschillende soorten boeken. En Donald Duckjes, ik ken ze zelf nog van vroeger. Dat ik ze allemaal zat te lezen. Je bladerde er helemaal dwars doorheen. En op een gegeven moment waren ze helemaal geel. Maar ja, ik kom uit de George en Jimmy tijd. Dus dat is een heel ander tijdperk dan Donald Duck. En de George en Jimmy boeken, kent u ze nog? De George en Jimmy's? Met zo'n mooie gele kaft, zo'n harde kaft aan de buitenkant. Heeft u die liggen, niet verkopen, krijgt u spijt van. Heb ik ook namelijk als haar op mijn hoofd en het zijn er niet zoveel meer. Nooit wegdoen. Geldt ook voor Suske en Wiske en Kuifje. Ik ga niet te veel zeggen. Hebben ze een harde kaft? Bewaar ze goed. Ook dat is hier dus te vinden op de braderie. Boeken voor kinderen, voor grote mensen. Nou, noem het maar op. Het is hier allemaal te vinden. Braderie in Uitgeest 2024. Te kust en te keur. Alles is hier te krijgen. Van LP's kan je nog uitzoeken. Tot boeken, tot olie en iets
Ze hadden het over de BBB, want ze hebben klompen en boerenzakdoeken. Nou, bedenk het maar, het is hier.